Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag ga ik het hebben over inspiratie met schrijver en hoogleraar psychologie Ab Dijksterhuis, die dit boek schreef. Ab, welkom in Leiden. Dankjewel. Ja, je hebt weer een boek, Het Licht Doen Zien. Je bent eigenlijk best een productief schrijver, over het onbewuste, over psychologische thema's die breder spelen in de maatschappij, zoals geluk. Ja, en ook wel andere genres. Ik heb ook zelfs een kinderboek geschreven, maar ook reisboeken, een roman inmiddels. Ik schrijf ongeveer de laatste jaren gemiddeld wel een boek per jaar. Wauw, dus, productief. Dus ja. Ja, en je bent hoogleraar psychologie, maar dus eigenlijk vooral schrijver. Ja, ik voel me tegenwoordig meer schrijver dan hoogleraar. Dat is langzaam gegaan, stap voor stap. Vroeger werkte ik bijna volledig aan de universiteit. Ik deed onderzoek, ik gaf onderwijs en dat doe ik nog steeds, maar steeds ietsje minder. Ik merk dat ik het, ik doe heel veel verschillende dingen, maar ik merk dat ik het schrijven van boeken toch het allerleukste vind. Dus ja. Dat is een soort geestelijke zwaartekracht die vanzelf die kant is opgegaan. Hoe kom je zo productief? Ja, ik vind het heel moeilijk om mezelf met andere schrijvers te vergelijken. Ik denk wel eens, nou, als je bijna volledig op het schrijven kunt richten, dan is een boek per jaar helemaal niet uitzonderlijk, denk ik dan. Maar misschien denken anderen daar heel anders. En als wetenschapper was ik natuurlijk wel gewend om hard te werken. En nu ben ik vooral schrijver en werk ook gewoon hard. Ja. Maar misschien onderschat ik dingen, hoor. Ik kan me ook voorstellen, als je een grote roman wilt schrijven, dat wel heel veel aandacht op slot. Daar ben je een aantal jaren mee bezig en zo'n project zorgt er dan misschien ook voor dat je andere dingen wegdrukt. Als ik het nou heel cliché zeg, zoals in de maatschappij wel over inspiratie wordt gedacht, hè, dan is het bij het belangrijke werk in het leven misschien 10% inspiratie, maar toch wel 90% gewoon gedisciplineerd werken. Ja, nou, de uitspraak klopt wel, in de zin dat je kunt per boek of per kunstwerk best vaststellen. Het is moeilijk te meten, maar kun je best zeggen, er zit een deel inspiratie en een deel transpiratie in. Maar het bedriegelijke is dat het suggereert dat het communicerende vaten zijn. Dus hoe meer het een, hoe minder het ander. En dat is niet waar, het gaat hand in hand. Dus inspiratie kun je voor een deel afdwingen door heel hard te werken. Transpiratie leidt tot inspiratie. En of het nou 1 of 10% is, je hebt het wel nodig. Je kunt met 100% transpiratie krijg je een prachtige eindeloze serie letters, maar nog geen boek. Ja. Dus het is, in zekere zin klopt het, maar je moet niet daardoor denken dat het communicerende vaten zijn. Dat is juist niet zo. Het versterkt elkaar. Ik noem het in het boek Danspartners. De inspiratie krijg je door keihard te werken. Ik herken het ook in gesprekken die ik hiervoor bij De Nieuwe Wereld. En die zou ik niet scharen onder keihard werken. Maar wel onder serieus aandachtig met mensen van gedachten wisselen. Ja, en dat keihard is misschien een beetje hoor. In een gesprek dan opeens een soort iets surplus ontstaat. En dat je dan een klik krijgt of een inhoudelijk inzicht. En dat was dan toch zonder dat gesprek ook niet gebeurd. Hè? Dus dat ik snap. Ja. Kun je ze een voorbeeld noemen uit je boek? Waar op welk moment je dacht van, hé, nu, misschien had ik het wel ook wel bedacht, maar nu kan ik het zo op papier krijgen. Of heb ik zo het juiste voorbeeld dat het zegt, klik. Nou, een leuke anekdote is eigenlijk de kiem van dit boek. Ik heb 15 jaar geleden schreef ik mijn eerste boek, Het Slimme Onbewuste. En daar stond een hoofdstuk in over creativiteit. En dat vond ik het leukste hoofdstuk om te schrijven. En toen dacht ik, laat ik een boek schrijven over creativiteit. Maar ik wist niet precies hoe ik dat in zou moeten steken. Bovendien, ja, ik vond het ook wel lastig om te zijn, al zoveel boeken over creativiteit. Toen heb ik dat idee een tijd laten rusten. En toen in 2015, was ik notabene in Ecuador, was ik met mijn zoon en vriendin in Ecuador. En toen in Quito, de hoofdstad, en daar staan allemaal 4, 5 hele grote 16e eeuwse Spaanse kerken. En toen verbaasde ik me over de motivatie die mensen gevoeld moeten. Je moet je voorstellen, je bent 8000 kilometer van Madrid in de 16e eeuw. Dan moet je nog 2,5 week door de jungle. En dan kom je in een iets wat minder vijandige omgeving in de bergen, waar het klimaat wat prettiger is. En dan denk je, hier kunnen we iets. En wat doen ze? Ze gaan eerst 4 enorme kerken bouwen, waar ze ook 70, 80 jaar over gedaan hebben. Dus de mensen die begonnen met het bouwen, die hebben niet eens gezien dat het ooit afkwam. En toen moest ik in één keer weer aan dat boek denken. Ik denk, nee, het moet niet gaan over creativiteit. Het moet gaan over die enorme motivatie die mensen kunnen voelen om iets moois te doen. Inspiratie. Ja,
dat pathos. We willen wat bouwen. Ja. En we willen iets duurzaams bouwen. Ja, en... Dat is wel heel bijzonder geweest. Ja, een mooi voorbeeld van die kerken in de middeleeuwen al. Ja, dat je en ook hè, dat je bijna denkt, waarom? Waarom? En ze hadden hun eigen onderkomens in die tijd, stelden niks voor. Ze sliepen in hutten. En dan ga je wel zo ontzettend veel tijd besteden aan prachtige kerken. En mensen wilden daar ook voor betalen. Ja. Dus ook toen al zal een heel groot deel van de economie gericht zijn op het kunnen financieren van dat soort kerken. Ja, zo ver van huis. Ik denk dat er uit Madrid en andere Spanje heel veel geld naartoe ging om dat voor elkaar te krijgen. Heel veel, dus dat was een mooie inspiratie. Omdat ik in één keer dacht van nee, het boek moet niet gaan over creativiteit. Het boek moet gaan over inspiratie. Over die drijvende kracht. Die sterke drijvende kracht achter prestaties die wij leveren. Nou, je ontvouwt het begrip, zogezegd, inspiratie. Ja. En het eerste moment dat jij onderscheidt is dat van de roeping. Dat je überhaupt denkt, dit ga ik doen. Ik ga daar heen reizen en die kerken bouwen. Dus kun je dat dus, want ik denk dat heel herkenbaar. Veel films gaan natuurlijk daar ook over. Hè? Inclusief The Matrix van Neo die geroepen wordt. Het is Mark Twain, de Amerikaanse schrijver, heeft het ooit heel mooi verwoord. Hij zei, de twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt en de dag dat je weet waarom. En dat is eigenlijk de roeping, of met een heel duur woord, de evocatie. Ik onderscheid in het boek inderdaad drie verschillende vormen van inspiratie. En dit is de eerste, het moment dat je beseft, of soms zijn het een aantal momenten achter elkaar in korte tijd, dat je beseft, hey, dit moet ik gaan doen. En soms zelfs met je hele leven, er zijn natuurlijk hele extreme voorbeelden van. In het boek gebruik ik Robert Smith, dat vind ik leuk, omdat The Cure, die Britse band, die is nu weer aan het toeren. Maar toen hij 14 was, zag hij David Bowie op televisie en hij wist, ik wil ook een rockster worden. Hm. Nou, dat zijn natuurlijk meer mensen die dat willen en dan lukt het niet. Maar bij hem lukte het wel en dat kun je een roeping noemen. Ja, een heel belangrijk moment van inspiratie dat zijn hele leven veranderd heeft. Een van de dingen die ik wel dacht bij het lezen van die stukken is, ja, hoe kijk jij eigenlijk naar mensen die het niet hebben, zo'n roeping? Want als ik gewoon naar mijn eigen studenten kijk en luister, dan zie ik wel dat ik voel mezelf ook erg geroepen voor de activiteit en werk die ik doe. Dus voor mij is het resoneert enorm. Ook de verhalen, de anekdotes, de onderbouwing. Maar stel dat je het niet hebt. Ja. Neem je de wereld om je heen serieus, dan zie je dat eigenlijk heel veel mensen het niet hebben. Ja. Maar dan bedoel ik nu even specifiek vooral die roeping. Hè? Want inspiratie kent iedereen ook wel, dat beschrijf je ook heel mooi. Ja. Maar ja, hoe kijk jij daarnaar? Je bent niet de eerste die dat zegt. Sommige mensen zeggen ook, is het niet een beetje een streng boek? Bij het allereerste radio-interview, dat weet ik nog, bij Nieuwsweekend, toen zei Mieke van der Wij van, terwijl die in allerlei opzichten toch heel geslaagd is, maar die vond zichzelf eigenlijk een beetje mislukkeling. Zo van, wat stel ik nou voor in vergelijking met al die helden die in het boek langskomen? Maar dat is niet precies een antwoord op je vraag. Nee, heel veel mensen hebben het niet. Wat ik hoop, is dat mensen het alsnog vinden. En ik geef ook wel aanwijzingen voor hoe je dat zou kunnen aanpakken, maar je hebt natuurlijk nooit een garantie op succes. En je moet het ook niet te absoluut zien. Het is niet zo dat iedereen in zijn leven of haar leven één roeping heeft. Hè. Je kunt op je 25ste iets meemaken waardoor je iets gaat doen dat je heel lang bezighoudt en op je 60ste ben je een ander mens en dan doe je ook weer andere dingen. Dus het is... Maar die suggereert in de tekst ook wel dat bepaalde beroemde mensen ook wel weer eens anders terug gaan kijken naar hun roeping dan dat die aanvankelijk was. Hè? Dus dat je dan interviews bijvoorbeeld terugkijkt van Bob Dylan en denkt van nou, achteraf wordt er toch een verhaal geconstrueerd over een roeping en een weerdegang en het oogsten van succes. Ja, als je erbij bent, dan... Soms is het mooier, wordt het achteraf mooier gemaakt. Steve Jobs is ook een bekend voorbeeld. Die ging op zijn 10e met zijn vader mee naar de NASA. En toen zag hij voor het eerst iets wat ze toen een computer terminal noemden. En die voelde zich echt verliefd. Hij gebruikte letterlijk die term. Dat is overigens, vaak gaan momenten van inspiratie gepaard met drie eigenlijk soort vaste emoties. Eén is echt dat gevoel van liefde, van je vindt het prachtig. Tweede is heel veel energie. Je moet er iets mee. En het derde, dat het iets magisch heeft. Hè? Dat het soms ook bij een heel goed idee, dat het lijkt alsof het zo van buitenaf zomaar ingeblazen wordt. Nou, dat had hij ook, dat gevoel. Maar zo'n verhaal is natuurlijk achteraf nog ietsje mooier gemaakt dan het al was. Hè? Dat is zo. Ja. Maar ik denk dat iedereen kan wel,
actief op zoek gaan hoor, naar iets. En dat hoeft niet, nogmaals, dat hoeft niet meteen een roeping te zijn die je de rest van je leven bezighoudt. Maar wel ontdek nou waar bij jou, waar jij echt warm voor loopt. Waar je, sommigen zeggen, wat je ook zou willen doen als je er niks voor krijgt. Weet je. Ik denk wel dat veel mensen daar wat meer moeite voor zouden kunnen gaan doen. En de kans vergroot als ze het vinden. Nou, je hebt een filosoof, Herakleitos. Dat is wel een oerfilosoof trouwens, ja. Die heeft alleen in bijna raadsels geschreven. En een van zijn korte spreuken luidt ongeveer, ja, filosoferen is eigenlijk veel aarde omboelen en weinig goud vinden. Ja. En ik denk dat het voor mij ook wel opgaat. Dus veel lezen, veel studeren, veel, want dat is in ieder geval het bereik waar ik het in zoek, hè, ja. Inspiratie. En ik heb me ook wel eens afgevraagd van misschien is dat woelen, die kweesten van het studeren en de beelddoen zelf ook wel gewoon mijn roeping. Mm-hmm. Maar dat is het ook weer niet helemaal of zo. Nee, want je bent wel op zoek naar de thematiek waarvan je zegt, ja nee, maar daar wil ik echt, daar ga ik nog harder voor lopen. Dat is echt wat ik vind en wil veredelen. Want dat is natuurlijk ook zo met dat goud, hè? Dat vind je dan en dan wil je er een sieraad van maken, ja. Hè? Even metaforisch gezegd. Ja. Ja, en dat is wel, zo zie ik zelf ook. Dus zo kijk ik naar mezelf en ook wel naar vrienden van. Er zijn ook fases in je leven dat je gewoon ook moet overgeven aan het vertrouwen in dat als je zoekt en geduld hebt, ja. dat de inspiratie in de zin van dat de vonk echt zichtbaar is en vuur maakt, dat vraagt geduld en dat mag. Ja, dat vind ik ook. Nee, helemaal mee eens. En nogmaals, in het boek geef ik een aantal stappen weer die meestal voorafgaan aan het hebben van een heel goed idee waarmee je weer verder kunt. En zo kun je de kans vergroten. Inspiratie is niet iets. Je moet niet wachten op je chaise longue. Je moet er echt iets voor doen. Je moet inderdaad die grond gaan opboelen. Maar dan vergroot je de kans op het vinden van goud. Als je niks omwoelt, vind je sowieso niks. Hè, om die metafoor door te zetten. Maar je moet ook niet verwachten inderdaad dat je gaat woelen en meteen goud. Soms moet je wachten. En ik, ja, als schrijver merk ik het nu ook wel. ik heb misschien een paar keer per jaar een idee voor een nieuw boek. En de helft is na 2 dagen weer weg. Dat ik denk, nee. Huh? En dan heb je er één waar je echt heel enthousiast voor bent. Maar dat komt misschien maar eens in een jaar of eens in 2 jaar voor. Ja, daar moet je het mee doen. En dan heb je natuurlijk al die kleinere dingen over hoe steek ik het in en hoe begin ik dat en dat hoofdstuk. Dat is meer de dagelijkse inspiratie. Ja, en wat werkinspiratie bij jou betreft, of de discipline valt me op dat je echt een liefhebber bent van biografieën. Van het bestuderen van de levens van mensen die iets belangrijks gepresteerd hebben. Ook wel breed, dus sporters of feitenmensen zal ik maar zeggen. Die iets daadwerkelijk veranderen, een ondernemer of een politicus. Ik neem aan dat je... Dat je dus een biografie gewoon met plezier leest al. Ja. En dan gedurende de zoektocht in die biografie ook steeds scherper krijgt van wat je nou onder inspiratie verstaat. Ja, in die zin is het een heen en weer gaan. Of zie ik het dan... Nee, dat klopt. En ook steeds scherper krijgt wat het precies is. Ik moet wel zeggen, het is een beetje uit nood geboren. Want ik heb natuurlijk eerder een populair wetenschappelijke boek geschreven. Maar die gingen over thema's waar veel meer onderzoek naar gedaan is. Inspiratie is natuurlijk heel erg lastig om te onderzoeken. Je kunt niet... Je kunt het meest leren van de meest extremen, maar je kunt niet 200 Mozarts naar het laboratorium halen, want die zijn er niet. En die momenten waarop iemand ineens denkt, wauw, J.K. Rowling die in de trein van Manchester naar Londen ineens dat idee kreeg voor een aantal personages en een plot waardoor haar hele leven op de kop stond en ze vervolgens 15 jaar moest gaan schrijven aan 7 delen Harry Potter. Dat kun je niet nadoen in een laboratorium. Ik kan ook niet... Ilja Leonard Pfeiffer vragen om 3 weken in de scanner te gaan liggen. Net zo lang totdat hij een nieuw... Dus ik moest het wel op een andere manier... Er staat wel veel wetenschap in, hoor. Maar minder dan in eerdere boeken. En in die zin moest ik ook wel. Ik vond het juist wel leuk. Als alfa vind ik het eigenlijk wel... Dus ja, ik, snap ik. Ja, ik vond het zelf ook leuk. Ja. De biografie is natuurlijk ook een echte bron. Dat is een andere manier van onderzoek doen. Maar... Ja. Nou, misschien wel echter zelfs dan een laboratorium. Want dan isoleer je mensen in een laboratorium. En dan toch te maken met gedrag in een gestileerde omgeving. Nou ja, het heeft allebei natuurlijk voor- en nadelen. Een biografie is echter, maar minder goed te kwantificeren. Ja, een laboratoriumonderzoek kun je goed kwantificeren. Maar je creëert artificiële omstandigheden. Ja. De combinatie is natuurlijk het beste.
En ik moet, ik helemaal mee eens, ik vond het geweldig leuk om te doen. Ik begon geloof ik met Einstein, jaren geleden al. En toen zijn ook veel echt hele goede biografieën. Er zijn wel altijd van die boeken van 6, 7, 800 bladzijden. John Lennon, maar heerlijk. Kun je echt in verliezen. En en dan heb je er een stuk of 10, 12 gelezen. En dan ga je wel hele duidelijke patronen zien. En ook dingen die je verwacht, maar ook wel dingen die je niet zomaar verwacht. Dat mensen die veel bereiken bijvoorbeeld. Er zit altijd ergens een hoofdstuk in waar het gaat over focus, een beetje een lelijk woord, maar dat hele idee dat al die mensen besteden heel weinig aandacht aan dingen die niet direct in dienst staan van het doel dat ze willen bereiken. Ja. He, dus ze zijn zelfs, sommigen zijn volstrekt monomaan zelfs, anderen ietsje minder erg. En Newton heeft ook nooit een liefde, die is 84 geworden en die stierf als maagd. Maar ze hebben bijna allemaal wel iets. Ik zou bijna zeggen ook een beetje... Ja, anekdote ook. Sociaals, hè? Ja. Van, ik doe dit en met anderen, met flauwekul moet je me niet lastigvallen. Ja. Mooi om te merken. Ja, dat is mooi om te merken. Ja, ik heb daar ook wel ontzag voor. Ik vond een van de leuke anekdotes over Beethoven die in het restaurant zit. Ja. Al doof. Misschien wil jij hem vertellen? Ja, ik kan hem ook wel vertellen, maar jij bent schrijver. Die ging naar zijn vaste restaurant om te lunchen. En die, maar die was al doof, dus hij ging zitten en... Hij riep nog wel om de ober en toen viel hem iets in en toen begon hij te componeren, begon hij wat dingen op te schrijven en de ober kwam naar hem toe, maar die praatte wel tegen hem, maar dat kon Beethoven niet meer horen en die ging toch maar weer weg en dacht, nou, ik wil hem niet storen en die probeerde dat nog een paar keer, maar Beethoven was helemaal verdiept in wat hij, en na een uur, anderhalf uur, zei Beethoven, oké, ik ben klaar, mag ik de rekening? En hij was helemaal vergeten dat hij helemaal niets gegeten en gedronken had. Dus, het is om het naar deze tijd te vertalen, het is natuurlijk wel heel relevant. Door alle nieuwe communicatiemiddelen vallen wij elkaar continu lastig. Hè? We hebben eigenlijk steeds minder tijd voor onszelf. En soms denk ik wel als e-mails eigenlijk een to-do-lijst waar andere mensen dingen opzetten. En je moet ook weer, als je je doelen wilt bereiken, dan moet je jezelf af en toe echt wel afschermen. Ja. En we moeten eigenlijk weer een klein beetje egoïstisch worden, niet iedereen, maar sommige mensen zouden een klein beetje egoïstischer moeten worden. Ja, maar egoïstisch, dat klinkt weer alsof je met jezelf bezig bent, dat suggereer je ook, maar... Maar je mag het ook, tegenwoordig eigenlijk mag je het ook persoonlijk leiderschap noemen, dat is een heel populaire term. Er worden allemaal nog seminars over gehouden, dat is precies hetzelfde. Ja, maar dat je iets meer aan jezelf denkt. Maar ik zou zeggen, even meer begrippelijk, van het is eigenlijk focus op de activiteit die je wenst te doen. Klopt. Want dat vond ik ook zo mooi aan het begrip flow dat jij ontleent aan een hele literatuurtraditie en wetenschappelijk onderzoek. Dat je heel in het begrip inspiratie hecht. Ja. Kun je zo wel even toelichten hoe dat precies zit. Maar een van de aspecten daarvan is dus dat je niet met jezelf bezig bent. Dus je bent flow betekent, we zitten in het gesprek, we vergeten de tijd. Ja, ik denk niet aan mezelf, maar ja. We zitten in de gespreksruimte tussen ons in. En daarin worden we opgeheven. Ja. En als je dat dus... hebt in je werk, dan heb je een flow-ervaring. En dat, als ik het goed begrijp, dan wanneer jij mensen vraagt of wanneer wij mensen aan een onderzoek zouden onderwerpen over inspiratie, dan zouden ze vaak komen met dat idee. Ja, geïnspireerd zijn betekent dat ik zelf even weg ben. Ja. Maar ondertussen wel dus productief, in de zin van bij de zaak. Ja. Ja. Ik zei al, ik onderscheid drie vormen. De eerste is de roeping, de tweede gaat om het idee. Hoe krijg je een idee, een inval, een aha-erlevenis, eureka-ervaring. Er zijn heel veel verschillende woorden voor en daar gaat een groot deel van het boek over. En de derde is inderdaad meer, de derde vorm zou je kunnen zeggen, meer de dagelijkse inspiratie van de flow-ervaring. Een schrijver zit achter zijn laptop of achter een schriftje met een pen. En die communicatiestroom vanuit zijn eigen of haar eigen onbewuste, die komt op gang. Op die manier kun je schrijven. En dan, als het goed gaat, ben je inderdaad, zit je in een flow-ervaring. Je bent je zelfbewustzijn tijdelijk kwijt. Het bewustzijn van tijd is weg. Er zijn ook hele beroemde voorbeelden van Einstein. Die had periodes dat hij echt door zijn vrouw gevoerd moest worden. Want zou hij ook vergeten te eten. Nee, eigenlijk net als Beethoven. Mm. En die kon zo ver doorgaan dat hij op een gegeven moment soms ook... echt een paar dagen bij moest komen dat hij vreselijke hoofdpijnen had. Oh. Maar het is even los van die extreme gevallen. Als jij werk doet waarbij je vaak flow-ervaringen hebt, dan ben je normaal gesproken gelukkiger dan iemand die dat... Want het tegenovergestelde is natuurlijk dat je net tot 5 uur op kantoor zit en om 2:30 al op je horloge gaat zitten kijken wanneer je weg mag. Ja, dat is het tegenovergestelde. Ja. Ja.
Er zijn natuurlijk, er is een hele schakering van mogelijkheden daartussen. Hè? Dat is het, ja, klopt. Dat maakt het denk ik lastig. Dat, bijvoorbeeld dat mensen wel denken dat het belangrijk is, er wel voor betaald worden en zich ook niet vervelen, maar daarmee nog niet echt flow hebben. Nee, dat klopt. Nee, zeker. Dat is zo. Dus het blijft in die zin wel een unieke iets dat je ook gewoon niet altijd hebt. Nee, en ik denk ook dat flow is ook iets wat we opzoeken bij hobby's bijvoorbeeld. Degene die het concept heeft uitgevonden, hele moeilijke naam, Mihaly Csikszentmihalyi, dat is oorspronkelijk een Hongaar, maar die zijn carrière in Amerika heeft. Die deed toen hij jong was een rotsklimmen. Dat is een heel mooi voorbeeld van een, voor de meeste mensen is dat uiteraard, die het doen, is dat een hobby, waar je helemaal de omgeving kwijt bent, jezelf kwijt bent, je aandacht valt volledig samen met wat je op dat moment aan het doen bent. Het moet ook wel, hè? Je mag niet zomaar fouten maken, want dat kan verkeerd gaan. En dat is flow. Ja. En dat hebben meer mensen in een hobby, maar gelukkig ook aardig wat mensen in het werk wat ze doen. Ja. Nou is het wel zo dat, je zei al hobby, dat doet me denken aan een anekdote over Einstein, dat hij ook graag de viool bespeelde, ja, maar dat totaal niet kon. Hij was verre van briljant. Ja, ja. Dat zou je ook kunnen interpreteren als van, ja, als je ergens goed in wil zijn, dan je moet wel andere dingen doen ter ontspanning, hè, waar je ook gewoon in de flow zit. Maar, ja, klopt. Dus koken, terwijl dat niet heel bijzonder is, maar wel met veel vlijt en inspiratie gepaard gaat, maar dat is dan niet de inspiratie waar jij het over hebt, dat is zeg maar meer. Dan werk je naar een idee of een inval toe, dat zit in die. Er is trouwens ook een hele mooie anekdote over Einstein, hè, dat hij ergens in New York op een of andere liefdadigheidsbijeenkomst speelt hij op zijn viool hij wordt begeleid volgens mij door een pianist die wel heel beroemd is, die het ook zijn beroep, en op een gegeven moment maakt Einstein een fout omdat hij gewoon een maat verkeerd telt. En toen was hij natuurlijk al wereldberoemd. Toen zei die pianist: meneer Einstein, kunt u niet tellen? De beroemdste natuurkundige van de wereld. Het idee, je moet eigenlijk zijn een paar stappen. Als je bijvoorbeeld als wetenschapper, als je grote stappen wilt maken, dan moet je ten eerste ontzettend gemotiveerd zijn. Je moet domweg ontzettend graag willen begrijpen hoe iets zit. Het tweede is dat je ook heel hard moet werken. En dat doe je ook door het zo graag te willen. Hè. Motivatie is eigenlijk vrij simpel. Je moet jezelf zien als een soort kapitein op een schip met een heel ruim met bemanning. En hoe beter jij die bemanning aan kunt voeren, hoe meer mensen meedoen met het bereiken van het doel. Dus hoe sterker je doel, hoe groter deel van het brein meewerkt aan het bereiken van dat doel. Kun je het wat meer, de gedachte wat meer vlees geven, zogezegd, maar dan met het voorbeeld van de ondernemer? Want we hebben het heel vaak over universiteiten en wetenschappers hier, maar dat is ook voor de meeste mensen natuurlijk ontzettend saai. Dus de metafoor gaat natuurlijk helemaal op. Hè? Je hebt een winkel of je hebt een restaurant met personeel. Dus bouw het eens verder uit. Nou, bijvoorbeeld als je zegt, je neemt een restaurant over van je ouders en je denkt, hoe kan ik, ik wil een heel ander publiek gaan aanspreken. Dat is een vrij complex probleem, daar zul je meerdere dingen voor nodig hebben. Je moet je kaart veranderen, je moet de sfeer veranderen, de manier waarop de mensen werken in het restaurant. Je zult waarschijnlijk de inrichting moeten veranderen. Nou, dat kun je zien als een behoorlijk complex probleem waar je... En dan begint het mee dat je het ontzettend graag moet willen. En dan ga je lezen en nadenken en met andere mensen praten over wat je allemaal kunt veranderen. Stap 3 is wat ik in het boek noem stimulatie. Je moet jezelf openstellen voor nieuwe indrukken. Het is niet voor niets dat veel mensen hebben relatief goede ideeën op reis of net daarna. Hè? Dus als je even van decor veranderd bent, als je nieuwe indrukken hebt opgedaan... Mm. En stap 4, dat is waar jij op doelde met het vioolspelen. Vaak komen die ideeën binnen op momenten dat je, nou laten we maar zeggen, met een soort licht meditatieve arbeid bezig bent. Dus dat je eigenlijk iets anders doet. Alle schrijvers bijna wandelen. En wetenschappers vaak ook. Smartphone? Zonder smartphone, ja. Gewoon een wandeling. Nou ja, je mag hem wel meenemen, maar je moet niet altijd op kijken. Maar je moet... Het leuke is van wandelen, maar dat geldt ook voor tuinieren en weet ik het allemaal. Dat je onbewuste op dat moment eigenlijk zo hard mogelijk werkt.
terwijl jouw bewuste redelijk leeg is. Zodat als jouw onbewuste brein met een soort oplossing voor een probleem komt of een goed idee, dan kan het ook, want dat bewustzijn is leeg. Er komen allemaal vragen in me op, maar eerst een ophelderingsvraag. Ja. Je zegt nu 4 stappen. Dus we hebben eerst het onderscheid gemaakt tussen roeping, aha-erlevenis en flow. Ja. En nu hebben we een ander rijtje te pakken. Ja, dat is die aha-erlevenis van wat gaat eraan vooraf? Motivatie, concentratie of niet hard werken, stimulatie, dus je, uit die comfortzone, gekke dingen doen. Voor een wetenschapper, lezen, praten met anderen. Maar ook andere dingen, naar theater gaan, af en toe eens op reis gaan. En voor een ondernemer van een restaurant? Bij anderen gaan eten. Ook op reis gaan is altijd goed. Lezen, praten met anderen. Hmm. Ja, dus die nieuwe informatie. Informatie. Ja, want jouw onbewuste gaat daarmee aan de slag. Dat legt verbanden, dat gaat sudderen. En als we dan toch in die kookmetafoor... Je moet het eigenlijk zo zien, je gooit allerlei... Het is een stoofschotel. Je bent 20-30 minuten bezig met allemaal ingrediënten. Die gooi je in een pan en dan moet het een paar uur sudderen. En eerst moeten die ingrediënten erin en het liefst een beetje nieuwe wilde dingen. En dan komt dat die periode van wat wetenschappers incubatie noemen. Dan gaat je onbewuste daarmee aan de slag. En daarom lijkt het ook vaak dat als mensen echt een heel goed idee hebben, bijvoorbeeld een wetenschapper die ineens snapt hoe iets werkt, dat het uit het niets komt. Want er is een periode van onbewuste arbeid aan vooraf gegaan. En daar ben je ook niet bewust van. En in één keer, en dan vandaar de muze, hè, dat ze in het oude Griekenland dachten dat het van buiten kwam. Ja. Van de godinnen. Ja, maar het vond ik interessant dat je dat toch met zoveel zelfvertrouwen zo ook zegt in het boek. Want ik dacht bij andere begrippen ook wel een beetje, ja, Ab, bewustzijn, onbewustzijn, is dat nou... Kun je dat nog eens toelichten? Ik bedoel, is dat niet ook een soort denkschema van Freud dat... In welke mate kun je dat nou op de werkelijkheid plakken en wordt dat door feiten bevestigd? Gewoon überhaupt dat de mensen onbewustzijn en bewustzijn. Wat kun je daar eens de feitelijke redenatie voor geven die dat onderbouwt dat schema toch grosso modo klopt? Nou, ik zou het ook. Ik heb het ook nooit over onbewustzijn, want dat suggereert een soort entiteit. Maar in de psychologie, even los van Freud, wordt nog steeds het onderscheid gemaakt tussen het bewustzijn, waar wij ons op het moment zelf bewust van zijn. En al die andere processen die plaatsvinden in het brein, waarvan we onszelf niet bewust zijn. En dat is het onbewuste. Je moet niet gaan proberen dat... Het is lastig te definiëren, want eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is alles waar je niet bewust van bent. Dat is heel erg veel. En wat is bewustzijn dan? Ik vraag het uit inspiratie, hè? Voor de duidelijkheid. Dus het is een begrippenkader dat mensen vaak gebruiken. Dus jij als ook hoogleraar psychologie kan mij goed uitleggen, volgens mij. Wat betekent het nou eigenlijk precies? Bewustzijn is dat kleine stukje van je gedachten waar je op dat moment mee bezig bent. Ik ben mij bewust van deze kleur blauw of deze kleur geel op dit moment. Ja, maar dat net waren we dat niet. Nee, precies. Waren we iets anders aan het doen. Nee, en je hebt dat, maar dat heb je wel nodig. Als jij een goed idee wilt waarmee je verder kunt, dan moet dat een keer in dat bewustzijn komen. Zolang het in dat onbewuste blijft sudderen, dan komt het misschien nog, maar dan heb je er op dat moment nog niks aan. En misschien hebben wij ook wel een... Denk je dat dat bij veel mensen is, dat ze veel in het onbewuste hebben, dat er niet uitkomt? Dat er mensen zijn die klik niet weten te maken? Dat verschilt denk ik wel tussen mensen. Want ik heb soms wel eens het idee van dat iemand bijvoorbeeld iets doet, een bepaalde formule uitwerkt, zou denken, dat had ik eigenlijk ook wel kunnen doen. Hè? Want zo moeilijk is het nou niet. Hè? Nee. Dus er lijkt ook nog een bijzondere klik te zijn tussen het laten sudderen en het ook echt kunnen vertalen en materialiseren. Maar ga verder. Ja, nee, dat klopt. Er zijn een aantal dingen die meespelen. Eén is, er zullen ongetwijfeld standaard verschillen tussen mensen zijn. Maar ook omstandigheden zijn belangrijk. Als je aan het tuinieren bent, is de kans veel groter dat jouw onbewuste met iets komt, dat het naar je bewustzijn stuurt, dan als jij, dan nu. Hè, wij zijn nu met een gesprek bezig en misschien dat daarna er weer van alles gebeurt. Maar op dit moment concentreren wij ons op elkaar. Ik zei al, een soort licht meditatieve staat, wandelen is vaak heel erg goed. Dat scheelt. En dat bewustzijn, dat moet ook wel, of dat onbewuste, dat moet ook echt wel bezig zijn. En dat, wat ik al zei, dat dwing je voor een deel zelf af. Maar we weten inmiddels dat er zelfs behoorlijk wat belangrijke cognitieve processen doorgaan tijdens de slaap. En dan vooral tijdens de remslaap. Dat is wel boeiend. Dus er zijn wel experimenten waarbij mensen 's avonds allerlei informatie krijgen, maar die is dan vrij ingewikkeld en abstract, waarbij je wat verbanden moet leggen. En dan
De volgende ochtend zijn ze daar veel beter in. In vergelijking met mensen die dat meteen moeten doen. Of mensen die, die ook 12 uur hebben gewacht, maar dan overdag. Dus die niet geslapen hebben. Dus dat is eigenlijk iets van de laatste 15 jaar. Dat er heel veel van dat slaaponderzoek is. Mm. Als jij echt doelen stelt en heel veel wil bereiken, dan helpt zelfs je slaap helpt mee. Is het zo belangrijk in het leven, ja, doelen stellen? Dat is ook iets wat wel vaker valt in je boek. Ja. Terwijl ik... Dat is best een moeilijke. Ja, ik vind het, waarom ik zo even wat nog toeleg. Ja. Ik vind het soms ook wel eens irritant, die lijstjesmaakgoeroes en de neoliberale vrienden die iedereen wel heeft, of collega's die dan die to-do-lijsten hebben en ook grotere, scherpe doelen stellen en dat ook gerealiseerd krijgen. Een vriend die dan zegt, we zouden graag willen verhuizen. En dan 2 jaar later is het ook gelukt. Hè? Dus mensen die hun fantasieën gewoon concreet en dan tak, dat ook... Ik heb er ook altijd respect voor, maar zelf ben ik toch meer zoekend om... Er zijn bepaalde doelen die ik zo scherp stel. En dan ben ik ook wel eens jaloers op de doelenstellers. En in jouw boek kreeg ik toch de indruk dat het gewoon echt heel belangrijk is, die scherpe doelen stellen. Nou, ik denk wel dat als je... Ik heb het dan eigenlijk juist over hele grote doelen die je misschien niet kunt bereiken. He, dus Steve Jobs, die zei, we wilden het beste product van de wereld maken en dan nog een klein beetje beter. Je moet de doelen die bijdragen aan je geluk en ook aan en die er ook voor zorgen dat je meer en vaker inspiratie hebt. Dat zijn eigenlijk hele grote doelen die ook niet al te concreet zijn. Ga maar gewoon denken als chef-kok, wil gewoon het beste restaurant in de wereld hebben. En natuurlijk lukt dat uiteindelijk dan niet. Maar goed, als je daar iets onder strandt, heb je het natuurlijk ook heel erg goed gedaan. Emiel van der Staak, een vriend van mij, de chef van de Nieuwe Winkel in Nijmegen, die nu alweer 2 sterren heeft, die zit enorm in de lift. Die zei van, je moet eigenlijk hele grote doelen stellen en onderweg kunnen genieten van je eigen geploeter. Maar als je grote doelen stelt, dan heeft dat wel... Het positieve effect ervan is dat mensen een soort... Ja, alles, je gedrag is niet een ingewikkelde wolk, maar een soort vector. Het gaat ergens heen. En dat blijkt ook uit de psychologie. Mensen die grote doelen stellen, Die hebben ook meer het gevoel dat hun leven zinvol is. Dat ze iets goeds doen, dat ze iets nuttigs doen. En dat zorgt ervoor dat mensen gelukkiger zijn. Ja. Maar ik vind jouw vraag wel ook wel heel relevant. Ik ken ook wel mensen om mij heen die dat niet doen en niet hebben. En die toch gelukkig zijn. Dat vind ik eigenlijk heel knap. Maar dat kan ik ook. Gisteravond heb ik de Big Lebowski weer eens zitten kijken. Goh, ja. Nou weet ik niet of zo iemand in het echte leven echt gelukkig zou zijn. Maar dat is in zekere zin natuurlijk ook inspirerend. Van, maak je toch niet zo druk, weet je? Het is, maar wat, ik ken ook wel mensen die bijvoorbeeld... Die kunnen 2 weken op vakantie gaan en dan nemen ze een stapel boeken mee. En dat is eigenlijk het enige wat ze doen. En lezen. En die zijn dan heel gelukkig. Dat vind ik eigenlijk wel knap. Bij mij moet altijd alles moet bij een project passen. Ik moet er iets mee. En dat is natuurlijk ook best onrustig. Ja. Dat is ook zo. Ik ben meer ook zo'n... zo'n campingganger met een stapel boeken. Ja, dan kijk ik hoe ver ik kom. En dan heb ik plezier met mijn kinderen. Je hebt het steeds over geluk, hè, en zin. Ja. Dat is wel vaker in je boek ook. Ja. Wat is jouw basisdefinitie van geluk? ja, ik vind een definitie is in dit geval heel erg moeilijk. Ik zeg altijd, geluk is heel graag willen wat je al hebt. Maar dat is een beetje een tegeltjeswijsheid. Terwijl het wel mooi is. Ja, het is zeker mooi. Het is een staat die je kunt het onderverdelen in een emotioneel deel. Dus heb je meer positieve emoties, weinig negatieve. En als je negatieve emoties hebt, zijn dat min of meer gezonde emoties. Kijk, gelukkige mensen hebben ook verdriet als dat zo uitkomt. Dat is prima. En tegelijkertijd een soort tevredenheid, hè? De meer cognitieve kant heeft het. Ik denk de allerbelangrijkste voorspeller van geluk is dat betekenis of zingeving. Heb je het gevoel dat jouw bijdrage... Verbind jij je met de rest van de wereld op een voor jou zinnige manier? Dat klinkt allemaal een beetje hoogdravend, maar als je dat gevoel niet hebt, ben je echt minder gelukkig. En dat geldt natuurlijk voor je werk, maar dat geldt ook voor je privéleven. En dat geldt eventueel ook voor hobby's of wat dan ook. Ja, ik heb zelf wel eens... eigenlijk het idee dat mensen te gemakkelijk gelukkig zijn. Hè? Dat ze daar op een dieper niveau gefrustreerd over raken. Zal een voorbeeld geven.
Bijvoorbeeld als je studeert, en het is moeilijk, bijvoorbeeld tijdens mijn afstuderen had ik het best moeilijk. Ja. Want ik wilde dus die doelen bereiken. Ik had vrienden en ik moest echt een krachtinspanning leveren voor mijn eindscriptie. Ja. In de filosofie. En daar werd ik echt eigenlijk niet gelukkig van. Dus, ja. Maar ik wilde het heel graag. En ik had wel meta-geluk. Ik vond het wel belangrijk, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ik vond het eigenlijk ook niet erg dat ik ongelukkig was. Ik kon dat aan. Want ik was met een bredere opvatting bezig met wat ik graag wilde doen. Ja. En er zat zeker ook flow in en uiteindelijk was ik natuurlijk heel gelukkig mee. Dat vind ik wel eens moeilijker aan het geluksbegrip. Hè? Dat je ook, als je gewoon doet wat je gelukkig maakt, dan daar zit ook een ongeïnspireerde stilstand in. Nou, en het is ook niet per se goed. In de zin van, jouw opvatting van het goede leven kan heel goed veel eisender zijn dan hoe je het leeft. Hè? Dus dat je denkt van, ik zou bijvoorbeeld ook wel graag uit eten willen met mijn vriendin. En ik kan me nog herinneren toen ik promoveerde, dan doe je natuurlijk een laag salaris, we hadden een kindje. Ja. En het was wel zo'n gelukkig leven. Maar ik dacht wel van, ik ben wel blij als ik straks wat meer verdien. Ja. Hè? En wat meer royaler kon leven. Zeg maar. Ja. En, dus dat is nog best wel... maar ik dacht van, maar ik wil dit doen. Ik wil in de wetenschap werken. En dan, ik maak nu deze keuzes. We hebben deze woning. Ja, uit eten gaan hoort er gewoon even niet bij. Dat komt in een latere levensfase wel. Maar ik zou dan wel zeggen, dan ben je toch gelukkig geweest in die tijd. Je wist waarom je het deed. Ja. Dat is wel een hoop begripsverwarring. Geluk is niet hetzelfde als genot of plezier. Hè? Sommige mensen die waarschuwen, en ook naar aanleiding van bijvoorbeeld de soort boeken die ik schrijf, van die waarschuwen anderen van, je moet geluk niet nastreven, want, maar die hebben het dan vaak over genot. Nee, je moet niet, je kunt elke avond gaan feesten, maar op een gegeven moment houdt dat op. Dat is iets anders. En die beginnen dan vaak over zingeving, dat is waar het om gaat. Dan zeg ik, zingeving is de belangrijkste veroorzaker van geluk, maar geluk is iets stabielers. Dat is niet hetzelfde als simpel hedonistisch. Dat is voor mij iets heel anders. Maar zo kijk je bijvoorbeeld ook naar emoties. Want je zei eventjes van, je moet ook verdrietig kunnen zijn. Maar volgens mij als er iets ergs gebeurt, dan moet je ook echt verdrietig kunnen zijn. En dat is dan toch ook onderdeel van je geluk. In de zin van dat als er iets ergs gebeurt, dat je dat kan doorleven. En dat je dus niet een soort geluks... Geluk is niet de afwezigheid van ellende. Nee. Want dat hou je niet tegen. Geluk wordt voor een deel bepaald door hoe je ermee omgaat. En dat geldt ook voor verdriet. Als er iemand in jouw omgeving overlijdt, dan heb je verdriet. En dat is verder prima. Maar ga daar op een gezonde manier mee om. Dat zeiden de oude Grieken al, ik ben eerst meer welkom. Van verdriet is eigenlijk een soort huisvriend. Van, als het moet, is die natuurlijk absoluut welkom. Maar je moet wel weten wanneer je iemand er weer uitzet. En dat is natuurlijk bij verdriet ook. Je moet er ook niet jaren in blijven hangen. Maar geluk zit hem veel meer in het omgaan met tegenslagen dan in het nooit hebben van tegenslagen, want dat is onzin. En bovendien, je kunt ook inderdaad zeggen, je kunt elke tegenslag proberen te vermijden, maar dan doe je niks meer. Dan kom je ook nergens. Je hebt ergens in je boek nog een soort vergelijking tussen open karakters en inspiratie. Dat je zegt er zijn toch, even kijken of ik het snel kan vinden, maar er zijn toch mensen met 5. Een bepaalde persoonlijkheidsbasis. Ja. Haal je ook de Big 5 en zo aan. Maar de officiële term is hier, zeg je, open to experience. Ja. En want kun je daar nog eens wat meer over vertellen? Want er zijn toch maar een bepaalde subgroep van mensen die dus die openheid heeft als een standaard karaktertrek. Nou, het is een continuum, hè, van heel open naar heel gesloten en alles daartussenin. Oké, ja. Maar die is wel belangrijk. Als jij je afsluit voor nieuwe ervaringen, omdat dat heel veel spanning bij je oproept. Ja, dan is het heel erg lastig om grote doelen na te streven. En dan zul je ook weinig inspiratie vinden. Kun je nog wat meer vertellen over dat... stel dat je de mensen daarop zou zetten. Van hoeveel mensen zitten aan de open kant, hoeveel zitten aan de gesloten kant? Ja, dat kun je niet zeggen. Het is een continuum. En sterker nog, het is ook... Het hangt ook wel af van... zelfs binnen een persoon is het... Kijk, ik noem als voorbeeld iemand die... Dat is over zijn het leven gegrepen. Iemand die... 10 jaar ouder is dan ik, al heel lang in het onderwijs werkt en elke keer mee moet met vernieuwingen en dan zijn hakken in het zand zet, omdat hij dat niet meer wil. Ja. Dat kun je noemen, dan heb je gebrek aan openheid. Maar hij verzamelt ook oude jazzplaten en daar is hij de meest open persoon. Hij luistert naar alles wat je hem... dus zelfs binnen een persoon verschilt het, maar het is wel om geïnspireerd te zijn, om te kunnen werken aan grote doelen, moet je een bepaalde mate van openheid hebben. Je kunt...
als je niks toelaat wat ook maar een beetje buiten je comfortzone, een beetje een modewoord, maar buiten je comfortzone, als je daar niet uit durft te stappen, niet buiten durft te stappen, ja, dan gebeurt er ook niet veel in je hoofd. Ja, ik vind het toch altijd paradoxaal, want we zitten in een cultuur waarin iedereen de hele tijd wil innoveren. Ja. Het is ook die bekende van jou, die dus in het onderwijs werkt. Ik kan me daar heel erg in verplaatsen, in die persoon. Ja. Dus ik zie het zelf op de universiteit ook, steeds weer nieuwe onderwijsmodellen. Ja. Ik zie het ook in de stad, weet je wel, hier een nieuwe winkel, een andere inrichting bij de kapper. En dan zogenaamd is dat allemaal innovatief. Ja. Volgens mij is het niet zo dat je ook, kijk, als je meer denkt vanuit een balans tussen innovatie en traditie, dat wij echt heel erg cultureel de nadruk leggen op innovatie en dat het misschien juist de creatievere persoonlijkheden zijn die dat zien en zeggen van ja, maar dat kan niet. Je moet iets van die basis behouden. Hè? Dus dat out-of-the-box denken heeft in die zin wel een soort rare ontwikkeling meegemaakt. Ja, ik ben het met je eens. We liggen er helemaal uit. Weet in sommige contexten ben ik zelfs niet al te open. Bijvoorbeeld in het onderwijs met de universiteit. We hebben op een gegeven moment ook wel gezegd, elk jaar moesten de dingen anders. Van laat die docenten nou eens een paar jaar met rust. Maar het is natuurlijk ook een gek systeem. We hebben een gek systeem gecreëerd. Voor het onderwijs werken 10, 20, 30 mensen die volledig betaald worden om onderwijs te vernieuwen. Ja. En dat is ook maar. Dus de stilstand. Ja. Mag niet van hun, want dan hebben ze geen werk. Dus zij moeten elk jaar dingen verzinnen die de docenten dan weer door moeten voeren. Dus in die zin, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik weet dat jij ook in het bedrijfsleven adviezen geeft. Ja. Dus laten we die brug even maken. Ik zeg het nog een keer, omdat wij praten natuurlijk graag over het onderwijs, maar er zijn heel veel mensen die er buiten werken. Die herkennen dit volgens mij ook. Dus als je bij Achmea werkt of Ascent, ik noem maar even, bij NS, dat zijn allemaal ook plekken waar die vernieuwers, of ze nou consultant heten of chief innovation, dat laten we dan maar even in het midden. Ja. Maar herken je dat? Dat daarmee dat die inspiratie helemaal niet per se recht wordt gedaan? Wat ik herken is dat, en in die zin is dat denk ik niet zo heel anders in bedrijfsleven in vergelijking met waar we het net over hadden, het onderwijs, is dat er... Ik heb het idee dat er vroeger alleen vernieuwd werd als er vernieuwd moest worden. En nu worden er heel veel mensen aangesteld alleen maar om dingen te veranderen en te vernieuwen. En dat wordt een doel op zich. En dat is natuurlijk... Kijk, het doel moet zijn om zo goed mogelijk te presteren. Of je nou in het onderwijs zit of in... Maar niet het vernieuwen om het vernieuwen. Dat is onzin. Het moet zo goed mogelijk zijn. En daar zijn we wel een beetje, denk ik, af en toe de weg kwijtgeraakt. Ja, met mensen. Als je mensen aan gaat stellen die tot taak hebben om elke keer maar weer alles te veranderen, ja, dan krijg je heel veel gedoe. En heel enorme toegenomen werkdruk. Ja, je maakt een verschil ook tussen de wereld van de muzen, zoals we vroeger keken naar inspiratie, en nu dat schema van onbewust iets verwerken en bewusten. Ja. En ik heb zelf wel het idee dat de muzen zich meer thuis voelen in een stabiele wereld. En dat misschien ook wel bepaalde muzen juist gericht zijn op vernieuwing. Maar dat die stabiliteit en die rust, en ook wat jij zelf net schetst van dat je een soort semi-meditatief werkt, dat veronderstelt bijvoorbeeld dat je geen flexplekken hebt, geen flexwerkplekken. Dat is ontzettend in de mode geraakt, flexwerkplekken. Ja. En een van de gevolgen daarvan is volgens mij dat je een neutralisering van de werkomgeving hebt, waardoor je niet ergens langs loopt en denkt, hey, ik ben nu hier, ik ben nu daar. Dus een leegmaken van de ruimte. Ja. Een depersonalisatie van de werkomgeving. En dan heb ik ook minder het idee, en jij kan zeggen dat is onbewust, maar toch dingen resoneren wel. Hè? Dus de omgeving en de mensen die resoneren. Ja. Dus dat onbewuste pruttelen op het fornuis. Ja. Dat gaat toch gepaard met dat er aan de buitenkant dingen binnenkomen. En dan kun je... En dan vond ik wel dat je veel nadruk legde op een reis, zeg maar. Een reis naar een andere omgeving. Dat je zou ook kunnen zeggen van die reis, die wordt juist groot omdat je verder niet reist. Hè? Dus ik weet dat je frequent reizen bent, maar het is wel het gekke. Dus tussen verandering en stabiliteit bestaat wel een soort noodzakelijk verband. Want als je alleen maar aan het veranderen bent en anoniem dingen maakt, bijvoorbeeld de werkomgeving. Het is een fase in het proces. Dus je moet eigenlijk, op een gegeven moment komt er een moment dat je de boel even flink op moet schudden. En dat kan op allerlei manieren. Kunst is belangrijk, je kunt naar theater gaan, je kunt boeken lezen, je kunt met andere mensen praten, je kunt op reis gaan. Het zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat brein opgeschud wordt, dat er van alles in beweging wordt gebracht.
daarna komt vaak juist een fase waarin je de rust moet opzoeken. Laat dat onbewuste maar sudderen. Ja. Maar ga lekker en maak die wandeling. Ja. Dat is wel ook een... Ik denk dat daar een grote gemiste kans ligt voor heel veel mensen. Is dat de nadruk nu toch ligt op heel veel uren maken en maar achter dat bureau zitten. En eigenlijk altijd bezig zijn, terwijl... De mensen die echt die hele grote prestaties leveren, die ik in het boek graag als voorbeeld gebruik, dat zijn bijna allemaal mensen die een deel van het werk naar aan hun onbewuste delegeerden. En ja, als zij lange wandelen, ze maken allemaal wandelingen 's middags. Lummelen. Lanterfanten, lummelen, ja, mag je noemen. De hele grote geesten doen dat allemaal. Dat is een beetje gek dat, ja, dat heel veel mensen dat niet doen en die zien dat dan als dat je de boel zit te saboteren eigenlijk, of het is geen werk. En ik zou bijna zeggen, elke bestuurder, elke ondernemer, ga het liefst eigenlijk dagelijks, maar in ieder geval 2-3 keer in de week, anderhalf uur gewoon lopen. Hmm. En laat maar sudderen en kijk maar wat voor idee. Niet altijd maar werken, werken, werken. Dat is wel interessant dat je dat nou zegt, ja. Het is niet voor niks dat al die hele grote geesten dat doen, hoor. Ja, dus je toch juist over kunnen geven aan niet met het doel bezig zijn. Ja, ja dus precies, wel... precies. Nou ja, half eigenlijk. Hè. Je bent op een soort je bent er in zekere zin mee bezig, maar op een heel laag pitje. Het is, wetenschappers hadden het vroeger al bed, bus, bad, hadden ze het dan over, van momenten dat je vaker goede ideeën krijgt. Dat is 's morgens als je nog een beetje ligt te sudderen in bed. Ja, als je in bad zit, in de tijd had er nog geen douche. En in het openbaar vervoer. Dat herkennen mensen ook wel, hoor. Ik heb wel eens laatst met een ondernemer gepraat. Die had een idee voor een nieuw product. En ik zei, hoe heb je dat gekregen? Ja, in het vliegtuig. Toen zei ik van, waarom zoek je... Maar hij vervloog bijna nooit. Dat wilde hij ook liever niet meer. Maar dit was dan een uitzondering. Ik zei, die staat moet je veel vaker op gaan zoeken. Hm? En dat hoeft niet in een vliegtuig. Dat kan ook in een trein of een wandeling. Elke keer weer die nogmaals, ik noem het maar even, die licht meditatieve staat. Die een beetje in jezelf gekeerd bent. Niks hoeft. Laat maar sudderen. Laat maar. En dat... Maar hij zei, ja, daar heb ik geen tijd voor. Ja, die moet je nemen. Want dat zijn de momenten dat je onbewust met resultaten komt. Ja, wat een geweldig pleidooi, Ab. Vooral ook omdat je dus ziet dat in die momenten nu die smartphone is gekomen. Hè? Ja. De smartphone wordt vaak... natuurlijk, ik bedoel, als ik naar mijn eigen schermtijd kijk, dan zit ik ook wel op 4 uur per dag. En dat is dan ook vaak bewust. YouTube-filmpjes, e-mail, dat zit er ook bij. Ja. Maar het is toch vooral bij mij begonnen... Het is al een reflex, hè? Inderdaad, bij de bushalte, ja. Maar ook even bij de afwas. Ja. Kinderen zijn boven, even beneden in de gang, twitteren. En de alle dode momenten zijn eigenlijk... gekoloniseerd door mijn smartphone. Ja, dat is ook heel inspirerend, want het zijn ook die muren, ja, die zitten ook in dat ding, weet je wel. Dus het activeert, ja, ook veel, want dat is wel, ja, lastig. Dus nu jij dit zo zegt, bedenk ik me wel van, ja, ik moet eigenlijk dus zonder smartphone in bad. Nou, als het zeker, kijk, als het iets is van 2 minuten, dan kun je zeggen, ja, who cares, want in 2 minuten doe je niet zoveel, dus je mag best op je smartphone kijken. Maar als je in bad gaat zitten, als het iets is wat minstens 20 minuten duurt, of nog veel langer, een wandeling van 1,5 uur. Nee, doe het. Zou ik inderdaad zeggen, nee, dan niet. Ja. Of doe het dan begin even snel, als je, ja, nog een paar dingen wilt checken, en dan baf, wegwezen. En dan komen we dus toch weer ook bij dat geduld. Dus je moet echt geduld hebben met jezelf. Ja. Niet op zoek gaan naar prikkels. Nee, dat heb je dan al gedaan. En dan komt in een bepaalde fase moet je... Hè, dus zo'n wandeling helpt nog beter als je bijvoorbeeld... Stel dat je, weet ik veel, je bent bezig met een nieuw product, maar het staat je nog niet helemaal helder voor ogen. Ga dan 's morgens een paar dingen lezen of met een paar mensen praten waarvan je denkt, die kunnen weer wat extra informatie geven. En ga dan die wandeling maken. Dan is je onbewuste vol, ja, je bewustzijn leeg. En dan is de kans groot dat je nuttige ideeën krijgt. Ja, ja, ja. Ja. Nou, gebeurt er weinig. Ik vind dat wel jammer. Ja. Ja, het is wel interessant, want je zou ook kunnen zeggen op papier, niet vanuit jouw boek, maar voordat ik dit las, dat heel veel mensen toch te weinig voeding hebben voor een inspiratie. Maar het is eigenlijk, ja, meer het verwerken waar meer een tekort voor lijkt. Ik denk beide, hoor. Maar zeker, ik denk dat verwerken en de ruimte creëren om het te ontvangen, dat klinkt bijna... Maar denk maar weer even aan de muze. Ik denk dat dat nog een groter struikelblok is. Ja. Ja.
En dan, want hoe kijk jij als psycholoog ook naar bijvoorbeeld, kijk, als ik een film kijk of een serie die ik echt goed vind, dan kijk ik vaak wel eens een stukje terug en dan ga ik erover nadenken. En dan heb ik ook het idee dat het veel dieper binnenkomt in mijn emoties bijvoorbeeld. Dan denk ik van, wat een goede scène eigenlijk. Ja. Dus op het moment zelf zit ik gewoon lekker te kijken en dan kan ik ook wel meegevoerd worden. Maar het kan ook, voor mij helpt dat ook enorm, dat je dus nog bewust dingen terughaalt en denkt van, laat ik nog gewoon eens over bij stilstaan, weet je? Ja. En dan nog eens terugzoeken en dan, dat zijn ook voor mij vaak alsof het een soort van kanaaltjes naar boven, dat je naar boven graaft. Ja, ja, ik herken dat wel. Het is wel zo dat je brein meer aan de slag gaat met informatie die op een betere manier is verwerkt en dus ook op een zorgvuldige manier is verwerkt. Dus ik doe hetzelfde niet zozeer met tv of series, maar bijvoorbeeld met boeken. Als ik een stuk lees waarvan ik denk, hey, dit raakt iets, maar ik kan nog niet goed onder woorden brengen wat er dan gebeurd is, dan lees ik het gewoon de volgende dag nog een keer. Hm. En dan heb ik inderdaad ook het gevoel dat het meer doet, dat het meer, dat het een duidelijke voetafdruk achterlaat in mijn brein, waardoor dat brein er ook meer mee gaat doen. Ik heb zeker ook dat gevoel. Ja, ik kan het niet staven met keihard onderzoek, maar... Dus naast geduld ook herhaling, herneming... Ja, goed, echt dingen, de belangrijkste dingen goed verwerken. Ja, en dat kan betekenen herhaling, ja, zeker. Want je bent wel een erudite jongen, hè? Dus je hebt veel gelezen, laat zien dat je veel van die wetenschap kent, mooie anekdotes en zo. Hoe komt dat nou tot stand? Zo'n biografie zit helemaal volgestreept bij jou. Onthoud je dat zomaar? Memoriseer je dat gewoon? Nee, ik lees kun je een tipje van de sluier doen van hoe zo'n boek zo bol komt te staan van... In dit geval is het, dankjewel. In dit geval is het niet eens zo gek, want ik zei al, ik heb mijn eerste boek is 15 jaar oud en meteen daarna dacht ik al, ik moet met dat creativiteitshoofdstuk moet ik meer doen. Dus ik ben toen eigenlijk al begonnen met lezen. Toen heb ik het jarenlang weggelegd, omdat ik dacht, nee, het staat me nog niet helder genoeg voor ogen. Toen ben ik in 2015 na dat bezoek aan Ecuador opnieuw begonnen. Toen heb ik het weer een keer weggelegd. Ik heb eigenlijk, elke keer dacht ik, nee, het staat me nog niet helder genoeg. Het mooie is, bij mijn eerste interview zei de interviewer, je had een beetje weinig inspiratie, daarom heb je zo lang over gedaan, moest ik wel op lachen. Maar uiteindelijk, toen ben ik een derde keer begonnen, toen ben ik weer gestopt, toen ben ik een vierde keer begonnen en toen lukte het wel en toen lag het boek er. Maar ik heb dus heel erg veel gelezen, elke keer begon ik weer en dan legde ik het weg. Maar ik maakte wel aantekeningen. Als ik een biografie lees, dan doe ik dat, en dat geldt eigenlijk voor alles wat ik lees, heb ik een potloodje waarmee ik in de kantlijn af en toe even een kruisje zet of een streepje maak. En als ik het uit heb, dan loop ik dat allemaal weer langs en dan gaat dat ergens, dan typ ik dat een keer over. En dan... Oh, dat ook nog? Ja, ja, want ik wil het later wel op kunnen zoeken. Einstein, die anekdote. Het was, en daarom is dit boek vrij rijk, ja, omdat ik er zoveel... Het was zelfs nog erger, de eerste het zijn 93.000 woorden, het was 98.000, maar mijn redacteur zei volledig terecht van, nou, soms hoef je ook geen 6 voorbeelden te noemen, 3 is ook genoeg. Dus het was eigenlijk nog meer, maar er zijn wat dingen gesneuveld, omdat het wel heel veel was. Om het tempo erin te brengen. Maar het klopt, ik had meer materiaal dan ik nodig had, ja, dat is duidelijk. Nou, mooi en afrondend, dus in het inspiratieproces zelf is tempo niet zo belangrijk. Daar moet je juist leren vertragen, tuinieren. Maar het is toch te eenvoudig om te zeggen, je hebt inspiratie en transpiratie. Er zit dus een ruimte tussenin van ontspannen, verwerken, nadenken, ook consensueus. Maar wel, want dat is dus dat je die aantekening wel gaat overtypen. Ja. Maar wel laten stollen. En dat betekent niet dat je er de hele tijd aan zit te denken. Nee. Dat incubatieproces, of ik noem het onbewust nadenken. Want je onbewuste is echt aan het nadenken voor jou. Dat is een cruciaal proces in inspiratie. Zeker. Dank dat je erover kwam vertellen, Ab. Ik richt mij tot slot nog even tot de kijkers. Bedankt dat jullie wilden kijken. En hopelijk gaan jullie dit ook lezen en erover nadenken. En wandelen zonder de nieuwe wereld te luisteren. Of met, maar in ieder geval hebben we nu weer geleerd dat het ook maar goed ook is om een beetje te lanterfanteren soms. En dat betekent niet bewust met iets bezig zijn. Om dit gesprek te waarderen zou het leuk zijn als jullie het liken en lid worden van ons kanaal. Dat is voor ons belangrijk, ook vanwege de reclameinkomsten en het YouTube-algoritme. Weet dat wij daar erg blij mee zijn. Het is natuurlijk een platte manier van reclame maken voor jezelf, maar dat is ook waarom we dit kunnen maken. Hè? Want die reclameinkomsten die kunnen we weer gebruiken om een studio te betalen. Dus het heeft met elkaar te maken. En we vinden het wel gaaf als jullie ook inhoudelijk reageren. Dus manipuleer het YouTube-algoritme door ons te laten weten waar jij door geïnspireerd bent of wat je goed vond dat je het herkent, die incubatie. Of mijn verhaal over hoe ik geïnspireerd raak door iets. Zet daar jouw verhaal tegenover. Weet dat we dat ook lezen en op reageren. Dus er is ook een inhoudelijke reden om je daarmee te engageren. Leuk dat jullie kijken en tot de volgende keer.
Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.